We hebben verslaggevers vandaag in Den Haag. Een van hen is Martine Boerkamp op het plein bij de ingang van het Binnenhof. Martine, ja, we zijn natuurlijk vooral benieuwd of er al mensen zijn op deze vroege ochtend. Menno, heel veel mensen, geen toeschouwers nog. Die mensen zijn mensen van het leger, mensen van de beveiliging. En die zijn heel streng, kan ik je vertellen. En mensen die hekjes plaatsen. En nou viel mij op, ze zijn inmiddels weg. Maar als we even naar de hekjes gaan, dan valt mij op dat de hekjes hier zo bij de ingang naar het Binnenhof wieltjes hebben. Want ja, die hekken moeten natuurlijk zo meteen weg als de gouden koets hier doorheen gaat, toch? Kunnen ze zo weggereden worden, toch meneer? Klopt, dan gaat het hartstikke snel. U bent streng, hè? Nou, dat valt wel eens mee. En daar is ook nog de ingang naar de ridderzaal. Want de genodigden, die kunnen zich hier melden. En die moeten dan daar door de beveiliging heen. En dan wordt volgens mij hun tasje door de röntgen gehaald. Om te kijken of ze niks meenemen wat niet mag. De hek is dus geplaatst. Wat ook nog klaar staat, dan gaan we even een klein beetje draaien. Mogen ook niet praten, hebben zelfs een brief ondertekend. Ik mag ze niks vragen, ze mogen niks zeggen over wat er op het menu staat. Maar dit is de catering en zij gaan zorgen voor een hapje en een drankje voor de genodigden. Maar wat ze krijgen, het zal vast heel luxe zijn. Want ik zag net een visleverancier al die kant op gaan. Dus vis zal er onder meer geserveerd worden, lijkt mij daar voor de genodigden in de ridderzaal. De voorbereidingen hier op het plein zijn dus in volle gang. Maar ook elders op de route, op bijvoorbeeld het Korte en Lange Voorhout. Daar moet alles in gereedheid gebracht worden voor die gouden koets die daar gaat rijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u nou aan het doen? Nou, ik ben aan het voor de koets en de vlakken aan te trekken die schelpen. Ja, voor de veiligheid allemaal. Welke veiligheid? Voor de veiligheid van de gouden koets? Ja, gouden koets. Klopt. Of is het zo dat u ervoor zorgt dat de koning en de koningin niet wagenziek binnenkomen? Dat ze helemaal gebupst binnenkomen? Ja, daarom. Ja. Dus we moeten gelijk, daarop proberen wij zodanig gelijk te maken. Ja. Mooi werk? Nou ja, het is heerlijk. Ja, ik vind elke jaar, ben ik 6 jaar, ben ik zulke dingen aan te doen hier zo. Dus, Gaat u straks kijken? Ja, zeker. Ja, zeker. Veel plezier dan. Ja, dankjewel. En vanaf het Lange en Korte Voorhout gaat de gouden koets natuurlijk over het toernooiveld. Daar is tijdelijk asfalt neergelegd. Dat is overigens ook bestrooid met zand, zodat het wat minder glad is voor de gouden koets. En uiteindelijk komt de koets straks iets na één hier de hoek omzetten. Rijdt langs Sociëteit Witte de Witte, zo richting de ridderzaal. Om daar natuurlijk koning Willem-Alexander en koningin Maxima af te leveren. Zodat daar de troonrede voor gelezen kan worden.